dag. Laat ik even wat context hierbij geven. Zoals sommige mensen op mijn Instagram wel eens hebben gezien, heb ik echt wekenlang daar op die muur een vlieg gehad. Alleen ik wist nog niet of die vlieg dood was, of dat die levend was, of dat het een spionvlieg was van de FBI of van de weet ik wat Nederland heeft voor spionage, clan, misschien wel inbrekers. Dus ik wist niet zeker wat ik ermee moest doen. Dus heb ik deze keuze gemaakt om dit hele probleem op te lossen. Want als je het doet, dan moet je het meteen goed doen. Alleen ja, misschien was het een beetje overkill. Weet je wat, kijk maar gewoon het hele verhaal, dan zul je het waarschijnlijk wel snappen. Oké, jongens, jullie geloven dit nooit, maar deze vlieg zit hier echt al wekenlang en ik weet niet wat hij hier doet. Huh? What the fuck, hij blijft ook gewoon zitten. Huh? Is hij dood of zo? Hoe blijft hij op die muur zitten? What the fuck? Het is alweer de volgende dag. De vlieg zit er nog steeds. Ja. Ik besef me nou, straks zit de vlieg van de FBI en hebben ze hem op een muur geplakt. Dan word ik eigenlijk al de hele dag, weken, maanden in de gaten. Fuck! Shit, ik kan hem zien. Kijk, daar zit hij. Zonder grappen, dat ding zit al letterlijk 2 of 3 weken op dezelfde plek. En dat moet wel levend zijn of een robot, want hoe de fuck blijft hij anders zitten op de muur? Want als je dood bent, dan flik je toch meteen op de grond als je op de muur zit. Oké, laten we hem voorzichtig proberen te pakken en hopen dat hij niet in één keer wegvliegt of explodeert. Luna, rennen! Het is gevaarlijk! What the fuck was dat? Oké, dan moeten we alles gaan aanpakken. En ik weet de perfecte manier. Het bleek een echte vlieg te zijn. Het was geen vlieg van de FBI. Het was gewoon ja, een dooi vlieg van vlees en bloed en zo. Ja. Alsjeblieft bel Peter niet. Please don't. Ik dacht dat FBI vlieg. Ja. Dank je. Oké. Ja. Fuck.